Jorrit, jij hebt zeer kort geleden een haartransplantatie ondergaan met de nieuwste techniek, de Hui CT stemceltechniek. Hoe voel je? Ik voel me heel top. Het is een weekje geleden, maar ik herstel heel snel en ik heb nul pijn gehad en ik voel me heel goed. En waarom heb je het gedaan? Ik had niet veel haar natuurlijk, maar op een gegeven moment kies je ervoor om een bepaalde lengte te houden. En dan groeit het eigenlijk gewoon niet meer heel snel. Ik ben nu nog jong, gezond en fit, dus dat is nu een optimale mogelijkheid om deze operatie met de kliniek te doen. En wat is nu jouw verwachting de komende tijd? Ik heb een hele lijst gekregen met richtlijnen na de ingreep. Dus je weet precies wat het proces is van de haargroei. Over 9 maanden heb ik het eindresultaat. Maar aangezien ik altijd al een korte lengte van mijn haar heb, hoop ik binnen een paar weken toch al, als de haartjes weer gaan groeien, toch wel een resultaat te zien waar het naartoe moet gaan. Voel je je nu al anders? Ik voel me eigenlijk al meteen zekerder. Toen ik al gelijk in de spiegel keek, ja, je ziet eigenlijk wel vrijwel direct, ja, zeg maar, dat de haren teruggeplaatst zijn. Zeker, dus, ja. Ja, dat is wel fijn om de haarlijn weer terug te hebben en dat geeft je toch wel een zekerder gevoel. Hoe ben je bij deze kliniek gekomen? En dat is wel een leuk verhaal. Ik was genomineerd door Live After Football voor Fashion Player of the Year. En deze kliniek was sponsor van deze galaavond. Een paar dagen na de galaavond hebben ze mij benaderd om eventueel een operatie te ondergaan. Mm-hmm. Daar heb ik wel even over nagedacht, want het is natuurlijk niet zomaar waar je één nachtje over slaapt. Het is toch een gebeurtenis die de rest van je leven meeneemt. Maar uiteindelijk toch besloten om het te gaan doen. Ja, dan zijn ze toch wel eerlijk tegen je van kijk, dit en dit kunnen we doen. Dus ze gaan geen valse beloftes doen. Ze zijn gewoon echt heel direct van dit is wat we kunnen halen, dit is het maximale. En bij mij, omdat mijn kaalheid toch wel zo groot was, was zeg maar alles wat ze iets meer konden doen of wat ze konden doen, was al mooi meegenomen. Jij hebt een haartransplantatie gedaan met de nieuwste techniek op dit moment. Waarom is daarvoor gekozen? Omdat mijn donorgebied dus structureel dun was. Ze hebben uiteindelijk heel veel grafts weggenomen achter. Dus die nieuwste technologie was wel nodig, zeg maar, om de grafts, het zijn er zoveel, om de bloedcirculatie toch optimaal te maken. En daarvoor hebben ze gekozen voor de nieuwste technologie om toch het maximale resultaat eruit te halen.